Welkom kijkers bij een nieuwe video. Vandaag zoek ik GTA 5. En in deze video gaan we weer GTA Race spelen. En misschien is het wel de enige race die ik ga doen. Maar anders is de eerste race dus volgens mij een best wel groot parcours in deze auto. En nu denk je, groot parcours, dit is toch helemaal geen groot parcours. Oh, dit ging echt maar net goed. Oh, wow. Daar zit een raar rondje. Maar dat klopt. Tot nu toe is het ook nog niet zo'n groot parcours. Maar ik heb de thumbnail hiervan gezien. Hoe het eruit zag. En, oh. Kijk, hier voor ons zie je het al. Het is wel groot. Het heeft ook 55 checkpoints. Oh. Ik hoop dat dit niet zo'n echt heel een uurrace is, die echt een uur lang duurt. Nee, anders heb ik al twee video's hiervan, maar... Dat is chill, ik heb onderin de tijd, dus ik weet wanneer ik deze video moet stoppen, wanneer deze video te lang duurt. En heb ik dus voor de volgende video heb ik ook nog deze race. Ze hebben wel leuke bowlingballen op de weg gelegd. Maar dit is... Ja, het is niet moeilijk, maar het is wel leuk. Zeg maar, ik vind dit soort races vind ik altijd wel leuk. Gewoon een beetje zo... Het is niet moeilijk, maar het is... Ja, oké, okay, voor nu is het dan nog wel wat makkelijk. Maar waarschijnlijk wordt het zo meteen... wel wat moeilijker, mag ik hopen. Of is dit ook echt een beetje... Het moeilijkheidsniveau wat we nu hebben. Anders gaan die... Ja, oké, okay, we zitten al bijna op de helft, joh. Nou ja, hij is wel leuk. Het is alleen niet zo moeilijk, maar op zich, ik vind het wel... Oh. Zeg maar, het is... Makkelijk, maar toch vind ik het niet dat het niet leuk is. Dus ik vind het nog best wel leuk, ook als het zo makkelijk. Ik weet niet waarom. Oké, okay, hier moet ik even kijken hoe ik dit moet doen. Ik denk als gewoon hier op het einde landen en dan nu voorgas. Ja, zo. Het is ook allemaal, ja, ik vind het zeg maar, het is allemaal inderdaad niet zo moeilijk zoals ik net ook al zei. Het is alleen wel leuk. Zeg maar, hij heeft er leuke dingen in gedaan, zoals hier, rampje en zo. Hij doet er wel leuke dingen in. Het is alleen, hij heeft het wel goed gedaan hoor. Hij heeft het namelijk leuk gemaakt, maar niet moeilijk. Dus, ik denk ook als het eigenlijk een beetje voor die noobs is, dat noobs gewoon een leukere stunt, parcours, race kunnen doen. Nou, nu ben ik ook een noob met wat ik nu doe, dat ik twee keer van een normale ramp omhoog afval. Oh, dit is echt niet goed dat ik hier twee keer vanaf val. Alsjeblieft, nu wel halen, dankjewel. Als ik er een derde keer vanaf viel, dan kon ik deze race beter stoppen. Deze doen we wel in één keer, toch? Mag ik kopen? Ja, deze doen we gelukkig wel in één keer. Nou, het begint op zich al wel steeds wat moeilijker te worden. Oh, wat? Hier kom je niet eens op. Of ja? Oh, echt nog maar net. Ja, zo, het begint al wel wat moeilijker te worden, zeg maar. Het begint nu ook wel een beetje uitdagend te worden. Zeg maar, het is nog steeds niet dat ik zeg dat je moet er echt goed voor zijn. Maar het begint wel iets uitdagender te worden. Want in het begin was het echt dingen ophijzen. Kijk, nu is het ook... Ook oh, bijna een jump nemen. Kijk, hier dit bedoel ik. Nu begint het wel echt wat moeilijker te worden dan in het begin. Het is nog steeds op zich gewoon echt gewoon goed te doen. Oh, ik vind deze race echt leuk. En leuk is, ik heb hier ook echt een stuk of ik denk wel 7, 8 races van. Oh, ik heb jeuk aan mijn oog. Oh, dat is echt naar. Er zit iets vervelends in mijn oog. Nee, dat maakt niet uit.
Oh. Well, sowieso, ja, ik ga echt meer van reis opzoeken van deze maker. Ik hoop echt dat hij meer dan deze races heeft. Als hij meer van heeft van dit soort races, dan voeg ik ze toe. Maar ik heb er al best wel veel van, dus ik weet niet of er wel meer van zijn. Kan ik dit voegen als? Nee. Nee, daar had ik een randje. Dat dacht ik dus zo. Ik had het iets rustiger moeten doen, dit. Ga je de goede kant op? Ja, oh ja, hier zit je. Ja. Kan ik hier nog goed opkomen? Ja. Laten we nu gewoon even iets rustiger doen. We weten in ieder geval zeker dat het goed gaat. Het hoeft natuurlijk niet zo heel rustig als echt in die moeilijke parcours dingen waarbij je echt moeilijke dingen moet doen. Maar wel iets rustiger dan ik net deed. Net ging ik echt vol gestroofd en opeens had ik een randje waardoor ik 3 meter opzij vloog en zo. Hey, mooie pion erop. Waarom ook niet zo? Wauw, normaal gesproken doe ik moeilijke races, maar dit soort races wil ik ook wel vaker gaan doen eigenlijk. Gewoon geen moeilijke races, maar wel echt leuke races. Want dit zijn geen moeilijke dingen, maar het zijn wel echt leuke dingen. Oh, hier moet je hard voor gaan. Oké. Okay. Laten we respawnen en het opnieuw doen. Ik had ook terug kunnen rijden, maar respawnen gaat denk ik net wel beter. Dan hebben we deze hele baan weer. Doe ik het goed? Of doe ik überhaupt iets dat ik niet moet doen? Misschien moet ik aan de andere kant gaan rijden. Oh mijn god. Ik moet echt aan deze kant rijden. Oh ja, top. Perfect, man. Precies wat ik bedoelde met gaan rijden aan de andere kant. Ik dacht ook echt precies toen ik dat zei aan de laatste deur in plaats van op gaan rijden dat ik naar beneden toe rolde. Dacht van ja, rollen met een auto is ook leuk. Is alleen net niet helemaal de bedoeling. Oh ja, trouwens voor jonge kijkers die dit zien. Als je maar wel snel loopt dat dat een grapje is. Als je dit kijkt en je wilt nu in het echt met een auto gaan rollen, doe dat toch maar niet. Want ik weet eigenlijk best, ja. Dacht ik zeg het maar even, zo'n meteen kijken er van de kinderen van een stuk of 10 jaar die dat echt willen doen. Het zou wat zijn als we nu ook echt kinderen zijn die het echt gaan doen ook. Omdat ze nu denken dat het echt leuk is, rollenbollen met een auto van een berg af. Hey, top. Ja, doe dat maar vooral dus even niet. Het is een leuk idee, rollenbol van berg of met een auto. Het idee is leuk. Alleen ik denk dat de uitvoering iets minder leuk is. Want ik denk dat het een ritje naar het ziekenhuis toe wordt. En dan mag je meteen door rollenbol naar het ziekenhuis toe. Welk circuit zit er? 42. Oh, deze races gaan echt best wel snel. Ik dacht dat dit echt best wel wat moeilijkere races waren. Maar het gaat nog best wel snel. Hier viel ik er ook echt bij vanaf. Omkeren, want hier staat een bord waar ik niet doorheen kan. Deur doorheen, let's go. Oh, zou ik. Ja, bro, ik moet ook echt beginnen aan mijn eigen race, jongen. Ik moet echt een eigen race gaan maken. In een Formule 1 auto met echte zwaktepunten. In Formule 1 auto's van me, bro. Dat wordt zo leuk, jongen. Dan heb ik er zo meteen echt 3 video's van. Omdat het gewoon 3 uur duurt om dat te doen. Trouwens, als het 3 uur duurt, heb ik er 4 video's van. Maar ik mag toch echt hopen. Dus eigenlijk hoop ik dat ik er maar 1 video van heb. En dat betekent dat ik dat dat op zich redelijk goed gaat. Oké.
Wow, dit moet je echt precies goed timen, jongen. Nee, nog één. Laten we gaan vol gas doorrijden. Hup. Kijk even hoe mijn auto er nu uitziet. Oké, we gaan wel even door naar beneden. Hup. Tegen de berg. Heel goed. Ah, ik kan nu wel de titel. Dus iets noemen van Rollerball van de Berg. Gewoon doordat ik het er net zo erg over heb gehad. Ja, kan ik de titel nu ook gast noemen. Oh, dat is echt slim. Maar eigenlijk hoop ik eigenlijk dat er nog even. Er moet gewoon iets komen in de race wat moeilijk is, waardoor ik een goede titel heb. Want ik heb ontdekt dat jullie dit leuk vinden. Dus daarom moet ik goede titels hebben bij dit soort races. Zodat er meer mensen gaan kijken. Want weet je, ik had het zelf niet eens door. Maar ik had eerst volgens mij 47 abonnees. En nu 53. En dat is sinds dat ik GTA Online races ben gaan uploaden. Dus dat komt denk ik echt doordat ik races ben gaan uploaden. Dat ik meer abonnees krijg. Dus daarom doe ik dit ook. Eigenlijk alleen nog maar. En ik kan ook wel andere dingen gaan doen hoor. Oh, hier is de finish. Let's go. Maar ik wil best nog wel andere dingen gaan uploaden ook binnenkort weer. Maar ik heb gewoon ontdekt dat jullie dit leuk vinden. En daarom ben ik dit meer gaan uploaden. En daarom wil ik ook eigenlijk wel goede titels hiervoor hebben. Zijn er nog zo'n Air Jeremy parcours doen of niet? Ja, ik heb nu 53 abonnees, dat bedoel ik. En 53 is niet veel, maar alsnog, als ik weer meer blijf uploaden, wordt het waarschijnlijk alsnog wel wat meer. En dan wil ik niet zeggen dat ik uiteindelijk echt 1000 abonnees heb, maar alsnog, misschien kan ik er wel tot 100 komen. Oh, wat? Wat is dit? Ik snap het al, wat het is. Laat maar, ik krijg een appje van de mentor van me. Maar daar stond een roosje voor het online leren. Maar ik had even niet door wat het was. Ik dacht, misschien is het het roosje voor zijn scholen weer beginnen. Maar dat is het niet. Trouwens, het is echt een heel simpel idee en het is, nou ja, misschien voor een hele video, ja, dan wordt het wel een kortere video, maar misschien kan ik wel bots, auto's in GTA uploaden. Dat is namelijk met deze auto, dan ga ik proberen driester politie op te buiken van de politie. Zeg maar echt dit, zeg maar dat ze echt rond gaan spinnen en dat ze helemaal kapot gaan en dan gaan meerdere keren. En dan niet tegen dit soort auto's, maar tegen politieauto's. Het is een simpel idee. Misschien is het ook niet leuk voor een hele video, maar als je dat wil zien, moet je het even achterlaten in de reacties. Dan kan ik het wel doen. Wat is dit? Een autobusparcours. Is die arena parcours? Ah, oh, dat is in die kleine auto, ja. Hé, hey, een freecorder parcours. Oké, die ga ik ook onthouden dat het hierbij staat. Even kijken als ik hier eentje van tussen zie die misschien wel moeilijk is.
Ah, nou ja, we doen die wel gewoon. En ik moet echt even een keer. Oh, daarvoor moet ik eigenlijk minstens 200 op mijn neus hebben, want. Nee, kut radio, ga uit. Ik wil niet dat mijn video geclaimd wordt en alles. Ah, ik raad die radio suggestie wel echt. Die moet uit, anders wordt de video zo meteen geclaimd. Maar, wat ik zou zeggen is. Ik moet echt een keer. Dat moet dan wel als ik 200 op mijn neus hebben, maar. Dan moet ik een keer een face-to-face race gaan doen met kijkers. Maar daarvoor moet ik minstens 200 abonnees hebben. Want ik weet zeker dat niet iedereen GTA heeft en zo. Maar met 50 abonnees kan het wel. Maar dan moeten er minstens 15 man van kunnen. En dat is echt best wel veel. Hey, het is een Air Jeremy Parcours met een Jeremy vlag nu. Oh wacht, dit is allemaal soort landen. Hebben ze Nederland? Hey, wat is dit? Ja, België. België zit ertussen. Nederland moet er dan toch ook tussen zitten, zou je denken. Nederland zit er niet tussen. Oh mijn god. Dan doen we gewoon dit. Dit is. Zit Frankrijk ertussen? Als Frankrijk ertussen zitten, dan hebben we een soort van Nederlandse vlag alsnog. Alleen dan een beetje omgekeerd. Nee, die is er niet tussen. Shit. Oké, dan kijken we gewoon deze uit. Dat is wel mooi. Krijg ik weer echt een hele andere auto dan die ik heb gekozen. Oké. Nou ja, deze is ook mooi. Gewoon met blauw. Oh, die is van Amerika. Oh, word ik echt nu alweer een andere auto, zie ik. Oh, ik kan niet uitstappen. Maar we kijken als dit vuur echt was. Of als dit gewoon zeg maar geëdit vuur is. Een soort van dat het zeg maar nep vuur is voor. Nee, is dit een face-to-face race? Anders is het. Oh, dit is een face-to-face race. Shit. Ja, maar dit moet ik met meer mensen doen. Ja, dit is een face-to-face. Maar waarom zet ik dat er nog niet bij? Het is leuk om te doen, maar dan met meer mensen. Nee, hij heeft deze voertuigen erbij. Oh nee, dat is echt heel kut, jongen. Dan kan je. Dan moet je echt proberen om hier als eerste te komen, bro. Want als je nu nog terugkomt, kijk hoe dun dit is, jongen. Je wordt voor aan de kant gebruikt. Ja, maar dit doe ik nu niet. Dit is niet leuk in mijn show. Fine new session. Maar probeer ik echt races toe te voegen die echt een uur duren, maar ik krijg echt nooit van die races, jongen. GTA gunt mij die dingen gewoon niet. Oh, maar dat is echt chill als ik die een keer kan vinden, jongen. Dan heb ik gewoon een keer, zeg maar, een race die twee video's lang is. Hey, ik was games aan het uitzoeken. Ik zie nu ook dat ik Call of Duty Ghosts nog heb. Wow, die is toch echt heel oud? Staat erop waaruit hij komt, uit welk jaartal? Want volgens mij is dit een van de oudste Call of Duty's. Of ja, misschien niet een van de oudste, maar wel een oude, zo bedoel ik het. Ah, ik vond het wel een goede game, Call of Duty Ghosts. Wacht. Oh, Plants vs. Zombies Cold War 2. Die kan ik ook wel een keer gaan spelen of zoiets. Of Assassin's Creed Odyssey. Far Cry 5. Als je die. Jongens, als je die Far Cry 5 wilt zien, die kan ik wel een keer. Heb ik die niet een keer mijn kanaal geüpload? Weet ik niet meer. Oké, maakt ook niet uit. Maar. Als jullie hier kijken. Laat even weten welke games jullie op mijn kanaal willen zien. Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands. Oké, dat duurt echt veel te lang.
om dat helemaal uit te spreiden op mijn kanaal. Dat doe ik niet, want ik weet zeker dat dat een keer afvegen, dat ik er dan mee stop. Dus dat doe ik die maar niet. GTA 5, die upload ik nu wel, dus dat doe ik sowieso. Call of Duty Ghost, Assassin's Creed Odyssey. En misschien was dat, maar ik weet dat ik heel veel games op een disc heb. Ja, hier is er nog wel meer. Oh, wacht. Ik pak het even in een paar keren. Oké, wacht. Dan heb ik nog. Wacht even. Ik doe wel voor een kleine stiek zelf ook weer uploaden. Oké, wacht. Ik geef jullie zelf even. Ik sorteer voor alle games. Ik weet niet eens als game mis wil schalen, maar laat dan even weten welke games jullie willen zien. Oké, ja, ik heb nu alle games voor jullie uit kunnen kiezen. Jullie kunnen kiezen van welke games jullie willen zien. Uit Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ja, daar zit een disc in die kan. Uit Assassin's Creed Odyssey. Daar zit ook een disc in, die kan dus ook. Call of Duty Ghosts heb ik ook een disc van. GTA, nou ja, die doe ik sowieso. Ghost Recon Wildlands. En Far Cry 5. Maar Far Cry 5 en Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Die games duren best wel lang, dus daarvoor ga ik dan misschien niet de hele story met uploaden. Maar van de rest wil ik best wel even wat uploaden. Of niet, van de rest wil ik de game wel uploaden. Van de Assassin's Creed Odyssey weet ik dat de story met ook echt lang duurt. Maar die game vind ik ook echt wel leuk om te spelen. Dus daarvoor kan ik ook echt wel gewoon zeg maar de hele story met upgraden. Upgraden. Zou ik nou upgraden? Ik bedoelde uploaden. Voor als ik upgraden zei, bedoelde ik uploaden. Ik weet niet als ik upgraden zei, maar volgens mij zei ik dat. Maar laat gewoon even weten in de reacties welke game die daarvan leuk vinden. Dan kan ik die wel even uploaden. En ook al ken je bijvoorbeeld, stel je kent er eentje niet en het lijkt leuk als, om die te zien. Dan kun je dus ook de game kiezen. En als je houdt van games die lang duren en zo en waarvan ik echt een lange serie op mijn kanaal ga krijgen, dan zou ik Assassin's Creed Odyssey kiezen, want die game is echt lang. En ik hoop dat die Ghost is die lang, dat weet ik niet eens meer. Maar Assassin's Creed, en Call of Duty Remastered. Oh wauw, uiteindelijk heb ik echt volgens mij nog maar 3 keuzes over. Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Ghost en Call of Duty Modern Warfare Remastered. Want natuurlijk Ghost Recon Wildlands en Warcraft 5 kunnen ook. Maar die games vind ik niet zo leuk en daarvoor ga ik niet veel uploaden. Daarvoor doe ik misschien 3 afleveringen meer niet. Oh ja, met het Call of Duty bedoel ik dus de story mode. Ben ik inmiddels in de game? Oh. Dus met Call of Duty doe ik dan de story mode. En niet online. Oh, waarom zit ik nou weer in story mode?
Waarom duurt de laadigheid altijd zo lang? Laat gewoon even. Trouwens, en als ik morgen nog geen reacties heb over die vraag van welke game wil dat ik ga spelen, dan kies ik zelf even één game ervan. Want ik wil sowieso iets anders de GTA gaan uploaden binnenkort. Dus dan kies ik zelf even één game die ik ga uploaden. Er staat ook bij, face to face. Dank je. Oké, let's play, let's go. Nu vind ik dat ik die andere race gefinished, dan doe ik er 5 minuten bij. Voor het wachten van net. En dan weet ik ongeveer wanneer ik deze reis moet stoppen. Moeten met deze auto over dat zonnemuurtje heen. Omhoog. Bro, dit past toch echt nog maar net dan. Oh man, deze. Kijk dit, jongen. Dit past echt letterlijk nog maar net. Wow. Dan moet je een keer met 16 man doen. En dan moet je contact moet je aanzetten. Dus dat je elkaar ook echt gewoon eraf kan buiken. Zo. Oh, dat gaat zo vreemd zijn dan, jongen. Je moet even recht voor staan. En maar makkelijk bijna. En deze is het eerste deel van de 45 checkpoints. Ik hoop wel dat het hierna makkelijk wordt. Anders heb ik net waar ik net over had over die 1 uur reis heb ik die nu gevonden. En dan waarschijnlijk zelfs tot 2 uur. Ik zit ook echt vast. Nee, first person is als kut, dat dacht ik dus al. Nee, zo is first person echt helemaal niet chill gewoon. Die camera is ook echt zo vervelend met hoe die steeds draait en zo. Die camera je moet echt gewoon normaal achter de auto blijven als je zo er vanaf rolt. De eerste keer toen ik erop kwam, was ik ook echt meteen het verst. Nu ben ik het al echt een minuut aan het proberen daarna. En nu kom ik ook echt niet eens meer erop, jongen. Wie heeft dit bedacht, jongen? Wauw, het is ook echt niet eens laag, jongen. Het is ook echt best wel omhoog. Een eindje omhoog. Rustig, rustig, rustig. Nee, niet eraf. Ja, toch wel. Hey, toppie. Ik had er niets anders verwacht van jullie GTA.
Zometeen wordt het geen uur reis, maar een uur reis naar de eerste checkpoint. Oh mijn god. Wat een pauper race is dit ook echt, jongen. Echt daar, jongen, serieus. Wat een fucking pauper zo is dit dan. Nee, ik ging er zo goed op. Oh mijn. Oh, ik ging er zo goed op. Ja, hey. Wauw. Dat is nieuw. Ik viel er vanaf. Wow. Dat zag ik echt niet aankomen. Nu moet ik hem hebben. Ja. Eindelijk 4 minuten in de eerste checkpoint, bro. Als het zo'n race blijft. Oké, ja, goed zo. Dit wordt wel een stuk minder moeilijk. Dankjewel. Ik weet dat ik net zei dat ik een uurreis wou, maar geloof me, het hoeft dan niet meer, want nu weet ik ook weer wat een uurreis is. Dat is inderdaad dat je overal bij vast zit. Dus nu hoeft het ook al niet meer van mij. Ik blijf wel gewoon dit soort races doen, GTA. Ik vind het helemaal prima. Oh my days. Je moet je voorstellen, er zijn echte races waarbij je nog langer vast zit dan dat. En dan bij elk checkpoint. Niet bij één checkpoint, nee, bij alle checkpoints. Want die doet alleen maar moeilijke dingen erin. Echt alleen maar van dat soort dingen doen die mensen erin. Maar dan zelfs moeilijkere dingen dan dat. Oh, dat ging ook bijna fout. Nou, hij weet wel hoe hij zijn reisjes en dingen leuk moet maken, bro. Want ik vind deze reisjes nu ook alweer leuk. In het begin was het een beetje vervelend, maar dit begint ook alweer leuk te worden. En zo zie je, reis hoeft niet moeilijk te zijn om hem leuk te maken. Want dit is ook gewoon leuk en dit is ook niet moeilijk. Dus dit is gewoon het levende bewijs dat races niet moeilijk hoeven te zijn om leuk te maken. Of ja, stuntraces. En parcoursraces hoeven niet moeilijk te zijn. We gaan weer even een stukje naar beneden. God, dit zijn maar normale weg zijn ergens. Dan. Ja, ik ga even naar mijn werk toe. En dan neem je een keer iemand mee zo. Naar je werk. Zeg van, hey, kom je een keer mee naar mijn werk? Ja hoor. Zat die pijn in de auto? Nou, ik weet zeker dat hij dat nooit meer. Oh nee, niet weer dit, jongen. Maar bro, dit zou maar een keer de weg inderdaad naar je race zijn. Naar je werk zijn. Wat ik de assessing net ook al zei, bro. Dan neem je gewoon zo iemand mee in je auto. Kom je een keer mee naar mijn werk? Ja hoor, gezellig. En dan stap je bij me in de auto, kom je dit soort dingen allemaal tegen later. En dan jut er vanaf, hé. Hey. En dan. Oh, maar bro, als je dit in het echt ziet, valt er vanaf. Dan heb je ten eerste pijn, want het is hoog. En ten tweede, dan kan je niet meer respawnen om er opnieuw op te komen. Dan moet je dit helemaal opnieuw doen. Jongen, dan moet je echt de beste auto bestuurder van heel de wereld zijn, jongen, om dit in één keer te halen. Oh, dat is naar. Zou je zien dat ze later in de toekomst dit soort wegen gaan bouwen? Zo om mensen beter te leren rijden, jongen. Gewoon, dan is het. Oh, bro, ik ben hier nu al 3 keer vanaf gevallen. Moet je nagaan dat je alles opnieuw moet doen. En er 3 keer vanaf valt bij dit stuk. Bro, dan denk ik echt, ik kom nooit meer bij mijn werk. Hé, hey, maar dan heb je wel reden om te laten komen op je werk. Dat is top. Ah, nou, maar dan krijg je daar ook geen geld voor. Ah, maar. Ja, dat is top. Nu heb ik geen huis meer, want ik ben aan het krijgen geld. Ja, waarom krijg ik geen geld? Ja, omdat ik over een hele rare weg heen moet naar je werk. Ja, nu rijd je er toch gewoon overheen. Ja, ik mag graag gaan rijden. Neem je mee naar deze weg. Ja, kijk, hier. Dit moet helemaal afleggen om op mijn werk te komen. Oké, nu kunnen we hem hebben. Als ik gewoon even goed erop blijf rijden, wou ik net zeggen.
Ja, dat is echt zo nieuw. Net had ik me echt wel kunnen hebben. Alleen verpest ik hetzelfde al later. Maar ik had hem net kunnen hebben. Kijk, hier is... Oh, ik zag ook echt wel meteen in het begin dat het fout ging. Ik zag opeens... Ik ben veel te veel naar links. Ja, en dan gaat het ook echt wel meteen fout. Nou, top. Ik zat er nu nog niet eens op. Hé, hey, zag ik daar nou een bunker? Oh nee, het is gewoon een huis of zoiets. Oh hé, hey, is dat van... Oh nee, volgens mij niet. Ik dacht even dat dat ding van Trevor was, waar ze waar die gekke vrouw en zo woont. In zo'n bar. Oh, snel dat ik... Ja, of ik moet wel echt heel slecht uitleggen als je het niet snapt. Je hebt de story mode wel gespeeld, maar... Ja, nee, of je begrijpt het gewoon niet goed, dat kan ook. Bij hoeveel minuten was ik hier? Oh, dan ga ik echt terugkijken in de video kijken als ik hier weer 4 minuten of langer vast zit. Nou, weet je wat ik nu wel heb ontdekt? Dit soort dingen gaan in de volume 1 races komen die ik ga maken. Want volume 1 auto is daarmee niet goed mee. Daarom doe ik het met de volume 1 auto. En sowieso in die race van mij gaat dit komen. Want ik wil echt die race die ik ga maken. Daarin ga ik dus al mijn video's terugkijken. Zo gaat je online races. En dan ga ik echt kijken wat mijn zwakte punten waren. Nee, kijk daar, maar dan duurt het veel te lang. Ik doe wel een paar zwarte punten, maar niet alles. Ik doe ook gewoon een paar leuke dingen. Anders denk ik zeker dat ik na een half uur zeg, ja, fuck deze race van me, ik stop ermee. Oh ja, natuurlijk komen er heel veel borden met YouTube, Robert Gaming, oh ja, wacht, nee. Robert Gaming, on is, JT, nee, laat maar, gewoon YouTube.RobertGaming. Hoe kun je eigenlijk een race GTA Online gooien, gewoon zeg maar als je er eentje hebt gemaakt? Of moet die ook echt goed zijn en dat GTA het controleert als hij goed is en dan pas van kan gooien? Want ik zag pas een race die had gewoon iets van 300 dislikes en echt maar 5 likes, jongen. En daarom dacht ik, kun je race zo meteen online gooien of zo? Want dat weet ik dus niet, hè? Dat is gewoon een vraag. Want ik weet niet of je races meteen online kan gooien of als GTA ze goed moet keuren. Ik dacht eerst altijd dat GTA ze goed moest keuren, maar toen ik dat zag, dacht ik, je zou het wel meteen online kunnen gooien, denk ik. Ja, daar kom ik ook wel achter als ik... Oh. Nee. Oh, dankjewel. Hierboven zit ook nog een checkpoint. Oh, ik ben zo blij dat hier nog een checkpoint zat. Wow, ik had het maar in één keer. Ik word echt goed in hierin. Ik ben gewoon... ik ben opeens gewoon pro in deze dingen. Helaas, maar ik ben er toch niet zo heel erg pro in misschien. Nee. Hier ga ik ook echt nooit pro in worden, jongen. Sowieso ben ik ook al niet eens pro in races. Zeg maar, races kan ik op zich wel. Maar sowieso pro kan je me toch al niet noemen daarin. Maar hierin? Hierin noem je me gewoon noob. Ja, of het moet misschien echt lastig zijn, dat weet ik niet. Misschien is het ook wel echt lastig en dat het niet aan mij ligt, maar... Maar sowieso, dat is voor iedereen anders. Ik weet zeker dat er ook mensen zijn die halen gewoon deze race dan in één keer. Nou, deze dingen halen ze gewoon in één keer achter elkaar door. Ik weet zeker dat die mensen er zijn. Dat moet wel. Als je kijkt naar hoeveel mensen GTA races spelen en zo, ik weet zeker dat die mensen er moeten zijn. Voelgas werkt wel. Voelgas komt best wel ver. Of misschien moet ik er voelgas het eerste stukje zo op en dan nu voorzichtig. Nee, kijk, als ik weer langzaam ga rijden, dan is het gewoon volledig. Volledig, maar dan ook echt volledig ernaast. Kijk, hier, ik ga langzamer dan boom. Maar dat gebeurt ook als ik snel ga. Dus er is toch bij mij is er gewoon geen manier om dit te halen.
Oh my fucking days. Wat een fucking pauperzooi is dit, jongen. Ik heb wel een mooie toeter. De trein bij te paan met daarom die knokkels leidt het dicht te houden, dus ik stop er maar mee. Ik weet niet waarom. Ah, oh, jongen, weet je wat ik wil doen? Ik wil echt een Nintendo Switch gaan kopen en dan gaan Mario Party kopen, jongen. Dat sluit. Dan kan ik gewoon een uur lang, heb ik gewoon via Switch een uur lang. Door gewoon even simpel te spelen met een paar vrienden. Of met bijvoorbeeld van die NPC's. Gewoon met bots. En dan zit ik gewoon de bots op very easy. dat weet ik ook echt elke aflevering. Wat een pauper. Ik zweer het, jongen. Ik zit bij deze dingen echt steeds 4 minuten vast, minimaal. Misschien bij die tweede, die gaan op zich redelijk snel. Maar hierbij zit ik ook echt wel 4 minuten vast, denk ik. Nu alweer. Ik hoop niet dat hij zijn parcours van makkelijk naar moeilijk heeft gemaakt. Want dat betekent dat dit nog maar race 2 qua moeilijkheid is van de 5 races die ik hierna nog moet. Volgens mij heeft hij echt 7 races en dit is nog maar parcours race 2 ervan. Oh nee, het was dat ik er nou nog 4. Want hij heeft 7 races waarvan ook 1 face-to-face. Hey, ik heb hem nu wel. Bowlingbal, ga er vanaf. Hup, weg mee. Oh, ik hoef er niet achteraan of zo, maar dankjewel. Leuk dat ik er achteraan mag. Wow. Daar komt heel veel rook vandaan. Van die buis. Dat is ook echt wel cool gemaakt. Hierbij staat gewoon in de fik of zo. Frontflip. Gaat niet lukken. Oh, toch wel. Wow, deze auto maakt heel snel frontflips. Kun je ook snel backflips? Oh, dit gaat soort fout dat ik dit ga doen. Maar we doen het wel. Backflip. En een half frontflip. En nog een... halve zijdraai, ja, dat is. Een halve zijdraai, ja, top man. Nu snap ik waarom dat bord naar rechts stond. Hier staat ik echt met de pijl. Spring naar rechts. Wat doe ik? Spring ik vol naar voren er vanaf. Zo slim ben ik ook echt. Dus dat ik niets voor niets aangeef, spring naar rechts. Wat doe ik? Spring ik vol naar voren. Hier had ik het niet hoeven aangeven, hoor. Dit zie ik nog wel. Ja, rustig, zo blind ben ik niet. Hier zie ik nog wel dat ik naar links moet ook zonder dat bord. Ik weet al net met dat bord dat dat niet lukte. En dat ik toen zo blind was dat ik dat bord niet eens begreep. Maar rustig, zo blind ben ik niet dat ik deze platform niet zie. Deze platform zie ik wel, hoor. Oh, maar deze. Daar zat nog een stukje parcours. Ik dacht dat ik dit vol moest springen, maar er zat gewoon nog even een stukje parcours wat ik moest doen. Maar we hebben hem wel. Dus op zich maakt het niet uit. Oh, ik was even bang dat dit weer zo'n muur was, maar dit is gewoon een pijl. Dat lukt wel. Ja, zie je, dat lukt gewoon in één keer. Gelukkig hier, dit is ook weer een pijl. Pijlen kan ik wel. Hé, pijlen kan ik wel. Rijmt dat? Ik ben niet goed in rijmen. Ja, dat rijmt. Wat zei ik nou eigenlijk? Wacht. Pijlen kan ik wel, zei ik toch? Nou, dat rijdt niet eens. Pijlen kan ik... Nee, dat rijdt niet eens. Oh mijn deze. Waarom dacht ik dat het rijmde? Ja, we gaan bowlen met een auto. Let's go. Bowlen, 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 bowlen.
Nou. Dit ging ook even lekker top. Ik wist dat ik niet echt een muur aan moet, maar iets ernaast. En dan in één keer zo tjoef en dan vol ernaast. Ja, kijk, dit was precies wat ik wou. Ik dacht echt dat het zo moest hoor. Was het echt niet dat het fout ging. Misschien een klein beetje wel, maar nou wel. Tjoef. Bro, hoe de fuck moet dit halen? Xero. Gas. Xero, dat lijkt op Xero. Misschien moet je weinig geen gas geven. En ga zo heel rustig zo. Nee. Let's do it. Like this. Doe het gewoon even achteruit dat kan. Yes, very nice. This is working, I think. Ja, dat werkt dus echt gewoon compleet niet. Ben ik net zo blij dat ik al die dingen waar ik omhoog moet rijden en shit heb gehad. Komt dit nu? ...32 van de 45. Oké, okay, we zijn er wel al bijna op zich. Ah, ik denk echt... Ja, nou, maar ik weet ook echt niet hoe dit moet halen. Ik zit maar dingen te bedenken, jongen. Maar ik heb echt werkelijk geen flauw idee hoe dit moet halen. Ja, let's go. We hebben hem. Hey, hier is de rokende buis die ik net al zag. Oh, jump to the checkpoint. Miss. Kan niet beter. Echt jongen, dit ging echt helemaal perfect hoe ik dit deed. Laten nu maar iets minder springen naar de checkpoint en iets meer. Nee, fuck dat, we springen gewoon naar de checkpoint. Nee, nou, maar dat gaat niet goed. Ik kom nu wel gaan halen. Oh, ik maal eraf. En kijk, nu gaat het wel lekker. Dit is ook niet al te moeilijk dit verder, maar. Nou ja, dat maakt niet uit. Oh, ja, gaat goed. Let's go. En het staat ook weer verboden. Oh, ik heb een checkpoint. Zullen we achteruit doen? We gaan achteruit verder doen. Oh, nu heb ik ook meteen wel een goede titel voor deze video. De checkpoint achteruit halen. Let's go. Trouwens, ik heb in deze video volgens mij twee titels genoemd die ik nu kan gebruiken, maar dat moet je niet te serieus nemen, want ik ga zo meteen nog nadenken over een titel, maar ik doe het nooit zo simpel de titels. Ik probeer echt een goede titel te krijgen en zo, dus je moet dat ook niet zo serieus nemen. Oké, okay, nou ja, ik ga hierbij wel de video afsluiten, want op zich, deze race duurt lang genoeg voor de video. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En wil ik nog maar één ding zeggen.
tot de volgende video maar weer. Doei!